ondernemend bent en ook, ja, ook met naar andere mensen durft toe te stappen via bijvoorbeeld een site als Airbnb, waar je goedkoop bij andere mensen een kamer kan huren. Of PeerB, een bedrijf waar je dingen, waar je apparaten van elkaar kan lenen. Of Snapcar, waar je een auto van elkaar kan huren. Dan kan je natuurlijk heel veel bezuinigen. En hoef je veel minder zelf te hebben, maar kan je veel meer huren en leasen van elkaar. En daar geloof ik wel in. Dat je dus enorm kan bezuinigen door niet meer te kopen, maar door slim te huren bijvoorbeeld. Ik denk dat we allemaal heel erg op zoek zijn naar van die authentieke ervaringen. Dus we gaan vrijwilligerswerk doen, we gaan met een dakloze op pad, omdat het ook weer een belevenis is. En omdat je dan weer een breder, ja, wereldbeeld krijgt. Dus ik zie, en vervolgens past er natuurlijk ook bij dat je dat deelt en dat je die belevenis mooi weergeeft. Dus daar geloof ik erg in, dat we allemaal heel bewust belevenissen aan het verzamelen zijn. Ja, status nu is dat je dus laat zien wat je allemaal beleeft en dat je dus een zo mooi mogelijke weergave van je leven op Facebook geeft. Vroeger in het begin van het sociale netwerk was het nog heel plat van je moet 700 vrienden hebben, dat staat stoer en zoveel. Maar nu krijg je allemaal van die nuances. Dat je dus kijkt naar de verhouding tussen volgers en mensen die je zelf volgt. Dus dat wordt allemaal veel subtieler. Maar wat ik me bevalt aan de oude status, de ouderwetse status, is dat je werd afgerekend op bijvoorbeeld het ene boek dat je had geschreven. In plaats van die 80 tweets die je nu leuk hebt gedeeld en die zoveel geretweet zijn. Dus ik kan me voorstellen dat die oude status je wel dwong om veel grotere projecten te ondernemen. Terwijl je nu is het beloningssysteem eigenlijk zo geworden dat als je maar leuk kan vertellen over die projectjes en als je maar veel nieuwe initiatieven laat zien, dat je daar, nou, dan krijg je daar waardering voor, krijg je daar veel likes voor, veel nieuwe volgers. En dat is misschien een veel slechtere motivatie voor je werk. Alle clichés over het internet zijn natuurlijk gewoon waar. Dus nee, daar kan ik niet meer zonder. Maar ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment afscheid neemt van die verslaving. Want het is echt een verslaving. Van die fantoomtrillingen dat je denkt dat je telefoon in je broekzak gaat. Of dat je automatisch, als ik achter mijn laptop zit, dat ik de automatische toetscombinaties weet om naar Twitter te gaan. En dat ik dan opeens op Twitter blijk te zitten. Omdat ik dat gewoon onbewust heb ingevoerd. Dus in die zin is het een totale verslaving. Maar die ben ik dan nu al aan het overwinnen. Dus als jij een Google Glass op hebt, dan is technologie altijd aanwezig. Dan is het ook geen keuze meer van ik ga het nu aanzetten. Want dat ding, dat neemt ook initiatief. Dus die zegt ook, hé, over 10 minuten moet je daarheen. Of hé, je hebt een nieuw e-mailtje. En ja, dat vooruitzicht lijkt me, dat trekt me niet aan. Want ik wil me af en toe gewoon vervelen. Ik wil af en toe bewust om me heen kunnen kijken. Ja, ik denk dat we zitten nu gewoon in een periode dat we heel erg aan het wennen zijn aan al die, aan de luxe dat we alles kunnen delen. En dat we daar ook een publiek voor kunnen vinden. En daar op een gegeven moment treedt er verveling op. Nou, ik zie het bij mezelf al, bij een paar vrienden om me heen. Dat ze, als je vergelijkt met wat ze een paar jaar geleden deelden. Ik heb zo'n appje laten zien wat je een paar jaar geleden op sociale media deed. En daar maak ik foto's van dat ik aan het winkelen ben met mijn vriendin. Of dat ik bij de kapper zit. Of weet ik veel wat. Echt behoorlijk gênant achteraf. Dus je ziet wel dat zou ik nu nooit meer doen. Dat je daar wel aan went. En dat we dus naar waarschijnlijk een periode gaan waar het juist cool wordt om niet te delen waar je bent. Dat iemand er later achter komt van, oh, hij was bij dat concert, maar heeft er niks over verteld. En dat de mysterie en dat je weer een beetje geheimzinnig moet worden. Dat kan me wel voorstellen dat er zo'n tegenbeweging komt. Het is volgens mij totaal dan om te zeggen, ik doe dit omdat ik geloof dat de wereld beter moet worden. Wat je wel ziet is dat mensen in kleine niches zeggen dat het beter moet worden. Dus ik ga niet de hele wereld verbeteren, maar ik ga er wel voor zorgen dat er minder voedsel wordt weggegooid in Amsterdam of zo. Dat soort kleine projecten zie je wel heel veel. Maar echt het grote idealisme, dat niet. Want uiteindelijk is het ook allemaal gericht op het moet wel lollig zijn. Dus prima als het duurzamer wordt, maar dan gaan we wel een feestje organiseren in een club en van de opbrengst maken we die club duurzamer. Nou, ik denk niet dat mijn generatie blijft hangen in cynisme. Ik denk juist eerder dat ze dan maar gewoon het establishment afschrijven en in hun eigen kleine wereldje als startpunt dan het verschil gaan proberen te maken. Dus je baalt van de H&M en dus dan ga je maar je eigen kleine label maken. Wat een fractie heeft van de omzet van de H&M, maar wel al in je eigen wereld verschil maakt. Ja, ik maak me helemaal geen zorgen om mijn eigen toekomst. Ook gewoon als over mijn eigen welzijn, dat maakt niet zoveel uit. Dat zien we wel weer, dus ik heb ook geen
Ik ben nu geen pensioen aan het opbouwen. Ik heb spaargeld dat net genoeg is voor een nieuwe wasmachine. Maar niet iets waar ik een jaar van zou kunnen leven of zo. Dus dat interesseert me ook allemaal niet zo. Ik red me wel. Maar wat ik wel denk is dat de ontwikkelingen die boven mij uitstijgen, daar maak ik me wel zorgen over. Dus die grondstof die opraken en het vertrouwen dat afkalft in de overheden en met van afluisterschandalen, dat weet ik veel wat. Dat is natuurlijk wel heel erg eng. Maar ik zie ook wel het bewustzijn, dus in ieder geval in mijn wereldje zie ik het bewustzijn daarover toenemen. Dus we gaan bewust met onze privacy om. We kopen bewuster, we rijden minder, we leven zuiniger. Ik heb wel het optimisme dat dat zich uitgaat, dat dat groter gaat worden, dat dat als een olievlek gaat groeien. De 20e eeuw ging over de herbergen. Ik denk wel dingen minder en maak je dat veel. Je moet een eigen oude dag mee. Dat is sterk om een overtuiging te staan. Het zwart en wit. Maar zo sterker jij in een overtuiging. Dat zijn allemaal dingen die helemaal niet zo zijn.